Brengt mensen bij elkaar om mooie verhalen, herinneringen of anekdotes uit hun wijk een nieuw leven in te blazen. Het is zo ontzettend leuk. En de boeken zijn dan leuk die we bespreken. Hè, dus daar geven de mensen al iets mee. Maar zij geven ons en elkaar heel veel over vroeger en hun verhalen. Nou ja, dit is gewoon hartstikke leuk. Ik ben vanaf het begin af aan al bij. Het is een vrije tijdsbesteding. Ik vind het heel mooi dat ze dat op... Ja, op de middag doet je dat je met mensen uit een dorp bij elkaar komt. Dat vind ik ook al belangrijk. Dat. Je hebt ook een vaste groep, vind ik al. En het eerste boek, Gouden Jaren, ik had het toevallig zelf ook, ik had het gelezen. En dat is dan toch wat wij, een generatie, wat wij allemaal meegemaakt hebben. Meestal lezen we een klein stukje voor en dan gaan we daarover praten. En dat maakt het ontzettend interessant, omdat iedereen zijn eigen verhaal heeft. En als je niet wil praten, dan hoef je niet te praten. Maar meestal in de veiligheid, nu is het een beetje onveilig natuurlijk met de pers. Maar in de veiligheid, dan zegt iedereen heel veel. Vertelt iedereen over vroeger. Oh, er zouden nog wel meer mensen bij kunnen. Dat vind ik wel, want je hebt toch een keer dat mensen niet kunnen... Zij voor leuke of minder leuke dingen dat ze thuis moeten blijven. Ja. En dan zeg je, is die er niet? Dan, krijg je toch al. Maar er zouden nog wel meer mensen, meer animeel voor moeten zijn. Dat vind ik op zich dan toch wel. Ik heb ook wel een keer uit een boek een paar keer voorgelezen, een stuk. Vond ik ook nog wel leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om te luisteren. Dus, ja. Maar ik vind het heel prettig. Doordat ik een aantal mensen heb leren kennen in Leut, ik woon er nog niet zo, niet zo lang, bijna 3 jaar, dus spreek ze wel persoonlijk aan van heb je zin om te komen, kom gewoon kijken of het leuk is. Dus zo hebben we een vaste groep en af en toe komt er een nieuw iemand. Er komt nog iemand naar binnen dadelijk, een oudere man, en die kan mobiel zo weinig en die kijkt daar ook zo naar uit en die is zo grappig en die kan het ook weer zo leuk aanvullen. Nou, dat is toch fijn dat je andere dingen hoort dat je thuis alleen maar in huis zit, vind ik. Contact met de mensen, wat je nog hebt. De bijeenkomsten Vertel eens verhalen van vroeger worden in verschillende bibliotheken georganiseerd. Kijk op de website van Bibliotheek Gelderland Zuid voor meer informatie.